de beertjes. Ja, ja. Oh, oh. Zo zie je niet, dan mag het, hè. Yo, welkom bij een nieuwe Bonkers Extra. En vandaag spelen we een nieuw spelletje en dat heet Waar of Niet Waar. En dat gaan wij niet doen, nee, dat gaan namelijk onze vrienden van de Bucket Boys doen. We hebben 10 schokkende feiten of fabels. En ja, ze moeten allebei aangeven of het waar of niet waar is. En hebben ze het fout, dan krijgen ze een schok. Maar jongens, jullie kanaal Bucket Boys, ja. Wat voor kanaal is het precies? Wij proberen altijd zoveel mogelijk andere dingen te doen. We hebben niet echt vaste dingen. De ene keer staan we in aan de andere kant van de wereld iets raars te doen. En de volgende keer staan we gewoon hier in Nederland op straat. Ik moet wel eerlijk zeggen, de video's die we hebben gemaakt. En dat zijn er echt gewoon een stuk of 3, 4 die ik nu gewoon kan opnoemen. Chicken Wings, dat jullie naar concert toe gaan. De Seats and Sofas. En die zijn allemaal viral. Ja, jullie maken viral video's. Ja. Dat is het. Aan het einde hebben we een tip voor jullie die jullie zeker moeten kijken. Maar eerst spelen we het spelletje Waar of Niet Waar. Tadaa! Hey. En we beginnen met de eerste. En dat is de kans dat je... Aan wie vraag ik? Aan jullie allebei. Jullie moeten om. Het is geen buzzer, want jij kan zeggen je antwoord. Ja, dit is de buzzer. Is de buzzer? Weet je welke artiest hier ook goed in is? Stromae. De kans dat je overlijdt door een vendingmachine is maar liefst 2 keer zo groot dan dat je door een haai wordt gebeten. Is dit waar of niet waar? Wat? Waar? Dat is inderdaad waar. Rick, mag ik niks zeggen? Nee. Ja. Ja, niet als jou zegt dat het lekker man is. Ja, maar dat kan nog steeds. Ik vind dat jij hem krijgt. Zo moet ik hem krijgen. Ja, vind ik ook. Ik vind dat ik een quizmaster. Dan mogen wij hem ook geven. Hey, blijf zitten. Hartstikke leuk. Ik weet niet, ik heb de vragen niet meer. Ja, maar het mooie is, ik heb dat ding, maar dan moet ik wel even aandoen natuurlijk. Nee. Door het even. Yes, maar op die man. Kom eens hier. Oké. Een octopus heeft waar wat? Nee. Doe maar. Heeft geen 1, maar 5 harten. Ah, nee, dat is niet waar. Ja, dus hij heeft waar gezegd. Ja, wat doen we? Wat doen we, scheidsrechter? Wat zeg jij? Dan zeg ik niet waar. Jij zegt niet waar en jij zegt? Waar. Het is niet waar. Kom maar. Op zijn kop. Ah! Nee, wat nee. Ik moet zeggen. Nee, ik was een beetje brak, maar ik ben er wel overheen. Hij is gelijk wakker. Een blauwe vinvis heeft een hart en dat weegt evenveel als een gemiddelde auto. Is dat waar of niet waar? Ik doe een gok of schok. Ik doe maar niet, schok. Niet waar. Jij zegt niet waar? Ja, dat is wel waar. Het is inderdaad waar. God. Oké, nou kom maar. Hij doet het wel. Hij doet het niet. Tijdens een potje tongworstelen wissel je maar liefst na 10 seconden 80 miljoen bacteriën. Maar pas na 10 seconden, dus voor die 10 seconden gebeurt het. Nee, dan na 10 seconden wissel je. Oh, dan komt de roggel. Maar wist je ook dat je in een uur meer calorieën verbrandt als je aan het zoenen bent dan tijdens hardlopen? Maar dat is de vraag niet. Nee, dat is even een beetje tussendoor. Oké, is voor de mensen thuis. Niet hardlopen, maar gewoon lekker tongen. Is het waar of niet waar? Jij zegt waar? 80 miljoen of zo. Ja, het klopt. Er is een onderzoek gedaan in 2012. Jij zegt waar? Ja, nu wel. Ja, het is waar. Ja, ik zei waar. En wie krijgt de schok van ons dan? Nee, wij zijn de... Nee, wel, dat was wel waar. Wij zijn de hosts. Hey, jullie gaan niet ons spel hier. Nee, dat nog niet. De volgende vraag is... Astronauten kunnen niet huilen in de ruimte. Is dit waar of niet waar? Dat is niet waar. Interessant, ja. Ze kunnen niet huilen. Nee, waarom niet huilen? Hoe bouwt het dus dan? Want jij leest alleen maar feitjes voor. Ja, dat is het. Ja, ik wil geen feiten ophalen. Je moet hem gewoon meer schok geven. Maar hij doet het nog steeds. Volgens een onderzoekje van een heel bekend televisieprogramma zullen onze gingers er niet meer zijn vanaf het jaar 2060. Meisjes met rode haren. Die kunnen knutsen, dat is niet mis. Maar is het waar of niet waar? Ja, dat is waar. Dat is waar. Ja? De laatste gelezen, ja.
Oké. Okay. Ah, fuck! Ja. Oh, hier is het gevoelig, ouwe! Ik moet straks Het wereldrecord voor het meest nauwkeurig schieten met pijl en boog ligt op 200 meter. De grote maar is dit gedaan door een man zonder armen? Is dit waar of niet waar? Ik zeg dat is waar. Ik zeg dat het niet waar. Je wilt het is waar. Ja. Dat, je kan ook wel verder schieten dan 200 meter met een pijl en boog. Nee, je moet echt komen. Dit is hem. Ja, heb je mij niet verteld, ik ken dat. Ik ja, heb het goed. Ja, kijk. Oh, dan mag ik me een dubbele schok vergeven, dat is wel een baas. Ja, lukt het. Het wereldrecord voor het meest nauwkeurig schieten met pijl en boog. Nee, die is niet. Die is niet. Waar zijn we dan? Waar zijn we? Oh, hier zijn we! Bijna 1 op de 7 mensen kan niet lezen of schrijven. Ja, dat is wel waar. Wel meer, denk ik zelfs. Ja, je hebt wel gelijk. Het is niet meer dan 1 zevende. Maar 780 miljoen mensen op deze aarde kunnen niet lezen en schrijven. Dus, Let's go. Dat was niet eens raak. Ja, dat was niet raak. Je raakt het. Ik hoorde wel wat. Albert Einstein kreeg de mogelijkheid om president te worden van Israël. Is het waar of is dit niet waar? Ja, dat zal wel waar zijn. Nee, niet waar. Nee. Waarom heeft Albert Einstein nooit een huis gebouwd? Ja, hij had maar Einstein. Ja, het is waar. Waar. Ja? Ja. Alleen hij wees het af omdat hij, kort gezegd, zichzelf niet geschikt vond voor de functie. Op de billetjes. Wel cooler. Op de billetjes. Op de billetjes. Op de billetjes. Ja. Oh. Zo zie je niet, nou mag het hè. We zijn er weer bij de laatste vraag aan gekomen en het is: wanneer je dood bent, kan je lichaam nog steeds kippenvel krijgen. Ja, daar maar het is waar. Ja. Vel maar. Je lichaam. Je lichaam tongetje is bezig. Nee, 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 niet op het tongetje, zeker niet. Moet dat draaien. Oh, ja. Nu doe je niet meer tong. Nu doe je niet meer tong. Op je tepel. Ja. Op mijn buik. Met zijn hart. Nee, hier. Met zijn hart. Nee, dat is niet zo. Oké. Kippenvel. Nu al, ik ben nog niet dood. Oh, jongens, bedankt voor het meespelen in waar of niet waar, Ponkjes Extra. En dan is het nu tijd om de mensen kennis te laten maken met jullie. Want welke video gaan de mensen nu kijken? Jullie gaan nu kijken hoe wij in Chamonix, dus in Frankrijk, op een berg zitten. Terwijl de gasten met zo'n vliegende eekhoornpak over ons heen vliegen. En chicken wings naar ons toe gooien. En ons kippenvel bezorgd. Dat linkje vind je in de videobeschrijving. En die vind je ook hier zo en in de infocard hierboven. En daar? Ja, daar. Ja, ik zie je. Ja, ik zie je. En dan zien we je gewoon bij een nieuwe Ponkjes Extra. Yeah. Later!